Het is weer tijd voor een vlog van na de zwangerschap. Niels is vandaag 13 weken. Zo, ik moest even nadenken. Vandaag 13 weken oud. Dus ik wil je vandaag weer vertellen hoe het met mij gaat en hoe het met hem gaat. En zoals altijd weer lekker geratel. Super bedankt voor jullie lieve comments vorige keer over het zeggen. En dat jullie het juist heel fijn vinden. En dat jullie inderdaad het gevoel dat ik tegen vriendinnen praat. En dat is ook precies wat ik wil. Want zo zie ik het natuurlijk ook. Dus super lief. Was ik echt heel blij mee. Ik las dacht, jee, oh gelukkig. Yes. Niet iedereen vindt het irritant. Dus dat wil ik nog even van tevoren zeggen. En laten we maar gewoon beginnen. Laten we beginnen bij Niels. Hij is vandaag naar het kinderdagverblijf. Hij is vorige week... Is het vorige week? 2 keer geweest, denk ik. Ja, om te wennen. En dat bouwt langzaam op. Dus begin met 2 uurtjes en dan 4 uurtjes. En normaal gesproken dan 8 uur. Maar goed, omdat ik nog vrij ben, heb ik dan 6 uurtjes gedaan. Vandaag doe ik ook 6 uurtjes, gewoon omdat hij ook niet helemaal lekker was. En dan vanaf donderdag gaat hij 8 uur, want maandag ga ik weer beginnen met werken. Sowieso, mensen vragen vaak, nou ja, heb je er zin in of heb je er geen zin in? Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant heb ik zin om te werken, gewoon zeg maar weer even mijn hersenen aan de slag te laten. En iets anders dan alleen maar tegen een babytje praten, zeg maar, de hele dag. En ook wel een soort van rust, hè? Je bent niet de hele tijd aan het denken van, oh, ik moet om zo laat voeden, ik moet, hè? Het is, ik hoor vaak van mensen dat werken, aan het begin zeker, een soort tot rust komen is. Nou heb ik echt een super drukke baan, dus ik heb daar niet de illusie, maar het is natuurlijk anders. Het is natuurlijk minder fysiek, want ik zit op een bureaustoelpunt, zeg maar. Nu ben ik natuurlijk de hele tijd met hem rond aan het slepen en dat merk ik ook heel erg lichamelijk. Maar het is ook dat je niet heel het hoeft te troosten. Het is natuurlijk een heel ander, emotioneel gezien, een heel ander iets. Dus aan de ene kant heb ik er zin in en aan de andere kant vind ik het natuurlijk ook wel heel lastig. Want ik was nu 24/7 bij hem en dan is dat ineens niet meer zo. En ik merk dat hij, hoe ouder die wordt, hoe meer die op een dag zeg maar kan. Het is heel gek, maar je ziet ontwikkelingen veel sneller. Eerst was het gewoon een baby die lag en sliep en wilde eten. Maar nu gaat hij dingen vastpakken. Hij is belletjes aan het blazen, op zijn lippen aan het spelen. Van alles en nog wat. En dan, een keer heeft hij omgerold. Dacht ik, oké, daarna had hij het ook nooit meer gedaan. 2 keer gedaan en toen was het klaar. Maar weet je, allemaal van dat soort dingen. Of dan slaat hij ineens ergens tegenaan. Op een gegeven moment pakt hij ineens iets, weet je. En elke dag eigenlijk iets nieuws. En dat ga ik denk ik wel erg missen. Dat je gewoon, dat je hem van zo dichtbij meemaakt. En het is natuurlijk een hele bijzondere tijd. Want je weet, dat gaat gewoon niet meer terugkomen. Dus het is een beetje dubbel. Ik begin met 3 dagen. Ik ga niet meteen, ik werk er sowieso maar 4. Maar ik ga beginnen met 3 dagen. Want ik vind zeker met borstvoeding, dat is best wel een opgave. Ik moet gewoon kolven op mijn werk. Daar zie ik best wel een beetje tegenop. Eigenlijk had ik dat helemaal niet. Maar ik ben van het weekend een nachtje weg geweest met Sven. En toen moest ik dus kolven. En om een of andere reden heb ik dan veel... is het minder prettig. Ik ben dus op een gegeven moment om 11 uur 's avonds gaan kolven. Toen had ik hele harde plekken al. Wat ik eigenlijk normaal niet heb. Toen ben ik behoorlijk lang gaan kolven. Toen ben ik gaan slapen. En om 3 uur 's nachts werd ik wakker. En toen moest ik gewoon. Ik moest kolven. Ze waren keihard. Ja, dat ben ik niet gewend. En ik werd wakker 's ochtends. En het was weer precies hetzelfde. Ik werd om 7 uur wakker. Dus ik heb eigenlijk hartstikke slecht. Ik heb veel slechter geslapen dan met Niels. Want in principe slaapt Niels slaapt gewoon vanaf... Om 11 uur doe ik de laatste voeding. Dus zeg maar 11:30, 12 uur slaapt hij. En dan tot een uurtje of 7, 8. En hij komt niet 's nachts. En nu had ik ineens weer een nachtvoeding. Maar dan met mijn kolfapparaat. En met pijnlijke borsten. En ja, nee. Dus ik heb het gevoel dat ik minder goed leeg kan kolven of zo. En dat het ook heel lang duurt als ik niet bij hem in de buurt ben. En dan zit ik al foto's te kijken of zo. Maar ja... Nee, ik weet niet. Dus ik had aanvankelijk gedacht, prima, want de kolf ging mij heel makkelijk af. En ik dacht, dan ga ik daar gewoon eventjes een half uurtje zitten en is het klaar. Maar ik denk dat ik echt veel tijd aan kwijt ben en ik hoop maar dat ik die krijg. Ik heb er natuurlijk recht op, maar ja, je weet hoe dat gaat op een dag met vol vergadering. Kan ik moeilijk zeggen, jongens, sorry, ik ben wel de voorzitter, maar ik moet eventjes gaan kolven.
Nee, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. In principe moet ik 2 keer golfen om 11 uur en om 3 uur. Dus dat voor wat betreft, ja, dat is dus een beetje dubbel, het hele werkverhaal. Verder lichamelijk ben ik nog steeds herstellende. Ik merk gewoon, zoals bijvoorbeeld hebben we veel gelopen dit weekend, en dat voel ik gewoon aan mijn bekken, bodem. En nou ja, het is gewoon, het is niet wat het was. En ook ja, het hele helen van binnen, dit tekenweefsel, het is gewoon, het is er gewoon nog niet. Het komt vast alweer, maar het is soms een beetje frustrerend. Dus dat wat betreft het fysieke, het is er gewoon nog niet helemaal. Ik voel het ook nog wel. Verder, qua hormonen, zo vind ik het gelukkig wel erg meevallen. Dus dat scheelt. Ik ga komende week weer naar de bekkenbodemfysio. Ik heb wel, was vorige week of 2 keer voor mijn nek verrekt. Dat was heel naar, want toen kon ik me echt niet meer tillen. En nou ja, gelukkig is dat nu allemaal weer een beetje beter. En ik ga nog naar de osteopaat voor mijn darmen. Dus ja, met mij gaat het allemaal oké. En dan Niels. Met Niels gaat het ook goed. Hij is dus nu 13 weken en hij groeit als kool. En we zijn met hem naar de osteopaat geweest. 2 weken geleden, denk ik. Nou ja, toen ik mijn nek had verrekt in ieder geval. Toen ging ik met hem naar de osteopaat. En aanvankelijk had ik bedacht, dat is fijn omdat hij natuurlijk die krampjes heeft. Nou, toen bleek hij een voorkeurshouding te hebben. Dus hij ligt graag naar 1 kant. En toen hoorde ik dat een osteopaat er ook heel erg bij kan helpen. En wat hadden we nou nog meer? Er was nog iets. Nou, 3 redenen waarvan ik dacht, het is goed om een keer naar de osteopaat te gaan. Dus daar ben ik geweest. En we hebben 1 behandeling voor hem gedaan. En een osteopaat, voor degene die het niet weet, die richt zich heel erg op bindweefsel. Die voelt, zeg maar, je hebt zeg maar een soort jas aan van bindweefsel over je hele lichaam. En als het de ene plek te strak zit, dan functioneert de andere plek ook niet goed en zo. Nou, dus het zit allemaal met elkaar in verbinding. Als je er meer over wil weten, moet je even googlen. Want ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Maar eigenlijk heeft het super geholpen. Sinds we daar geweest zijn, heeft hij totaal... Het was heel grappig, want hij lag dus heel graag op zijn rechterkant. En keek dus naar zijn rechterhand en zijn rechterbeen. En sinds we daar geweest zijn, doet hij heel veel met links. Dus als je naar de linkerhand kijkt, dus dat is helemaal goed. Dus hij heeft nu een kaal plekje op zijn achterhoofd, precies in het midden. Dus die voorkeurshouding, dat gaat gewoon hartstikke goed eigenlijk. En ja, qua krampjes weten we natuurlijk niet of het heel erg geholpen heeft. Want ook de tijd helpt heel erg met krampjes. Maar het heeft hoe dan ook heel veel verschil gemaakt. Dus dat was heel fijn. Verder, ja, hij kan steeds meer dingen vastpakken. Hij kwelt heel erg. Hij had op een gegeven moment hele rode wangen, heel veel kwijl, huilerig, een beetje hangerig. En hij was echt naar een soort van mijn hand als maisgolf aan het gebruiken. Ging maar. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, zou hij tandjes krijgen dan? Maar toen was hij net 3 maanden. Dus dat was, ja, begin vorige week. Dat kan toch niet? Nou, gekeken, het zou dus wel kunnen. Hij had wel echt alle symptomen. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben nog geen tandje gezien, maar hij kwelt en kluist. Dus dit is ook heel erg droog. Dus als iemand nog tips heeft, ik smeer hem wel in. Maar als iemand nog tips heeft voor iets specifieks wat heel erg helpt, let me know hieronder in de comments van wat zou kunnen helpen. Maar verder is het gewoon een heel lief en vrolijk mannetje. Ja, uiteraard, hij huilt. Het is een baby. Hij was net kinderdagverblijf geweest. En de eerste keer dat ik hem daarheen bracht, heeft hij gewoon 2 uur lang geslapen. Hij is niet wakker geweest daar. Hij heeft geen idee dat hij er ooit geweest is. Dus het hele wen-concept. Ik bracht hem slapend en ik kwam hem ophalen. En toen werd hij op een gegeven moment wakker omdat het 11 uur was en hij honger had. Maar die vrouw zei, ik heb dit echt, ik werk hier al zo lang. Ik werk hier 11 jaar, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus, nou ja, top. Nu voor het... Vorige keer had ik hem al 4 uur gebracht, maar hij gaf echt, nou ja, sorry soms voor mijn telefoon, er zijn allemaal herinneringen in, want mijn hoofd is een zeef, hopeloos. Normaal al, nu is het helemaal erg. Maar goed, dus kan ik hem ophalen en hij keek niet eens naar me op voor me. Dus toen was mijn moederhart wel even van, oké, heb ik me helemaal niet gemist? Want ik dacht nog net, oh, lekker relax momentje voor mezelf, uiteindelijk gaat het heel snel voorbij. Maar toen ik erheen liep, toen dacht ik ineens, oké, go, 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 snel, ik wil naar hem toe, ik wil hem vasthouden. En toen lag hij daar lekker tegen zijn ding aan te slaan. Ach, die daar prima. Toen zei ze ook dat ze hem wilde houden. Dus
Weet je, hij doet het gewoon hartstikke goed daar. Dus ik ben benieuwd hoe ik hem vanmiddag weer ophaal. We kwamen gisteren thuis. Eigenlijk, ik kwam thuis, want Sven die ging nog naar een voetbalwedstrijd toe. Dus ik kwam thuis van het weekendje weg. En ik dacht, nou ja, dan is hij helemaal... Nee hoor, mijn oma, of mijn moeder, dus zijn oma, was me aan het voorlezen. En hij keek ook helemaal niet. Help, is dit normaal? Maar goed, het, weet je, hij is natuurlijk gewoon dan heel erg geconcentreerd op één ding. En op een gegeven moment had hij de zorg dat ik was. Toen kreeg, natuurlijk kreeg ik een lach. En ja, nou ja, gewoon heel fijn om hem weer vast te houden. Dus ja, osteopaat, tandjes. Ja. Yeah. Vannacht wilde hij ineens weer nachtvoeding hebben. Hij is een beetje verkouden. Sven was heel erg verkouden, dus we denken dat hij het daarvan heeft gekregen. Dus misschien dat ook een soort troost was. Dus ik heb hem gewoon even kort aangelegd. Ik dacht, ik ga niet in volledige voeding nu draaien. Want met de komende werkweken, zeg maar, in verschiet kan ik het echt niet handelen. Maar geen idee waarom dat ineens was. Ineens had hij het nodig. Nou, dus eerst dacht ze dat er iets dwars zat. En uiteindelijk dacht ik, nou, volgens mij is het gewoon honger. Ik ben nog niet zo sterk in het herkennen van huiltjes. Ik weet niet of iemand dat herkent. Soms denk ik dat ik het onder de knie heb. En ineens weet ik helemaal niet meer waarom hij huilt. Dus ja, hij is gewoon, het is gewoon een heel makkelijk kind met andere mensen. We hebben echt vanaf dag 1 zijn we ook niet spastisch geweest met mensen die langskwamen. We hebben wel gezegd, hem hooguit 2 keer per dag mensen, maar liever 1 keer per dag. En maar we zijn ook vrij snel zijn we gewoon naar een lunchtentje gegaan, hebben daar even gezeten. Eerst een keertje een warm chocomel gedaan en daarna een keertje geluncht. Weet je wel, gewoon een beetje opbouwen. En eigenlijk is hij daar super makkelijk in. Dus dat is ook wel heel fijn. En weet je, ook op de crèche gaat helemaal niet krijzen. En natuurlijk komt er nog een fase van eenkennigheid en zo. Maar daar heeft hij nu nog helemaal geen last van. Dus dat is wel, het is gewoon een heel makkelijk kind. Maar hij huilt wel heel vaak. En dat is gewoon... Sven en ik hadden het al over. Van hoe weet je nou dat je een huilbaby hebt? Ja, er zijn allemaal van die regels, hè. Van 3 uur per dag. Minimaal 3 keer per week. Zo'n soort. Nou, geen idee. Nou, of we daar helemaal aan komen, weet ik niet. Maar hij huilt wel... hij huilt wel vaak, maar het wordt wel minder. Ik denk vooral omdat hij niet meer zoveel krampjes heeft. Maar ja, alleen ik hoor, zeg maar, als ik bijvoorbeeld mijn opa en oma is, hoor ik ze daar eigenlijk niet over. Dus misschien is het alleen bij ons en dat wij gewoon geen signalen kunnen opvangen. Ik weet het niet. Nee, dat zal nog wel meevallen. Maar goed, moederschap maakt je ook af en toe onzeker, maar ook gewoon heel blij. Dus... maar het was wel goed om even een weekendje gewoon met z'n tweeën te zijn. En weer even als stel in plaats van als ouders. Ik moet zeggen, we hebben eigenlijk niet echt ruzie ook. Maar wij hebben sowieso nooit ruzie. Maar ik moet wel zeggen dat er wel iets meer irritatie zijn. Dat komt natuurlijk ook door het slaapgebrek. Maar ook huilen, dat geluid, dat is zo, dat dringt zo diep door. Ergens in je hersenen, dat echt... dat je denkt... Nee, Sven, denk je daar? En dan denk je, oké, Karin, doe relaxed. Of Sven, doe relaxed. Het komt allemaal goed. Maar volgens mij zijn dat allemaal dingen die erbij horen. Maar ja, ik vind het wel heerlijk dat ik bijvoorbeeld nu gewoon even een normaal filmpje kan opnemen. Zonder dat ik mijn oom en dat hij geluid gaat maken. Maar ik weet ook nu al dat ik straks weer heel hard uit kan het afblijven lopen om hem op te halen. Dus ja, dat was het denk ik wel weer. Ik heb het gevoel dat ik weer van alles vergeten ben. Het is helemaal niet de planning. Maar goed, ik heb ook een shoplog opgenomen. Ik weet niet welk filmpje eerder online komt. Maar ik heb in ieder geval een shoplog opgenomen van dingetjes die we voor Niels bij Primark hebben gekocht. Dus als hij online staat, zal ik hem wel eventjes linken hieronder. En als hij nog niet online staat, dan komt hij binnenkort online. Misschien nog één dingetje om te vertellen. Hij staat natuurlijk bij ons op de kamer. Maar we proberen hem nu overdag... in dit bedje te leggen. Dus op zijn eigen kamertje. Zodat hij daar al wel aan went. Nog een dingetje ook. Zodat hij dus wel al went aan hier slapen. Maar dat we hem s'nachts gewoon wel nog bij ons hebben. En dat gaat eigenlijk heel goed. Ik merk wel dat hij slaapt vooral 's ochtends goed. En 's middags is hij eigenlijk klaar mee. En gisteren was voor het eerst dat we hem ook echt 's avonds al in bed konden leggen. Volgens mij hebben we gisteren rond een uur of 9 uur of zo in bed gelegd. Maar meestal wil hij gewoon tot de nachtvoeding wil hij gewoon bij ons liggen. En dan gaat hij wel slapen, maar dan wil hij niet in zijn bed slapen. Dus. En wat we ook nu hebben is een slaapzakje. Want we noemen hem wel eens Houdini. Hij weet zichzelf echt compleet, hoe strak je hem ook instopt, zich compleet los te wurmen. En hij zit de hele tijd overal naar te grijpen. Dus dan legt hij die deken over zijn hoofd heen. En ondanks dat je hem dus helemaal vast hebt gemaakt, dan weet hij er toch uit te komen. Dus we hebben nu een slaapzakje. En zal ik nu nog even, en dat werkt heel goed trouwens, dus dan nu nog even mijn buik, want dat moeten we niet vergeten. Dit is hem met kleren aan, maar goed, ik heb natuurlijk een wijde trui aan.
En dit is hem zonder. Of tenminste, dit is gewoon met een hemdje eroverheen. En dan is dit zonder. Nou, ik heb dus die navelbreuk. Heel charmant. En dit is hem. Ik geloof dat hij niet enorm verandert. Hij wordt wel steeds nog iets slanker. Ja, dit is hem. Dus dat was het. Dat was weer mijn zwangerschapsupdate. Een hoop geratel. Laat vooral vragen achter in de comments als jullie hebben. Want dat vind ik heel fijn. En laat ook wel weten als je bijvoorbeeld bepaalde dingen willen weten. Die ik in deze vlogs helemaal niet benoem of zo. Of ander soort filmpjes. Let me know. Want dan kan ik daar naar kijken. En ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En dan ga ik nu eventjes een momentje voor mezelf pakken. En dan straks lekker nieuws weer ophalen. Bij het kinderdagverblijf. Doeg! Het is dus nu op. Dan de Lush Ultra Brand gezichtsreiniger. En dit is een hele fijne